U zegt de dag verloopt voorspoedig, dus geen reden om nog te denken aan de uitstelling. Op dit moment, het is nog vrij vroeg op de middag, is er geen reden om te veronderstellen dat dat aan de orde is. Mocht dat wel zo zijn, dan nemen wij dit soort beslissingen. U heeft ook een beslissing genomen om morgen de afstand van 10 kilometer in te korten. Kunt u mij eens meenemen in dat proces? Hoe is dat gegaan? Nou, het is eigenlijk een vrij eenvoudig proces. Wij krijgen iedere dag van ons eigen weerteam een advies gekoppeld aan de weersverwachting. En die weersverwachting is niet de weersverwachting zoals wij die kennen van buienradar of een ander weerstation. Maar dat is een hele speciale berekening. En die gaf aan dat het morgenmiddag, met name na 3 uur hier in Nijmegen, waarden bereikt die reden zijn tot zorg. Ja. En waarom neem je dan die maatregelen? Omdat ik eigenlijk deze, mag ik zeggen, tot nu toe fantastisch verlopen vierdaagse niet in een drama wil laten eindigen. Want de veiligheid van de wandelaar gaat echt boven alles. Ja. En dan moet je dit soort beslissingen toch durven nemen. Ja, denk je dat terug aan 2006 was het volgens mij, dat het erg mis ging ook met de warmte. Dat wilt u natuurlijk voorkomen, dat de mensen ja, in het ergste geval gewoon flauw vallen bijvoorbeeld. Ja, of erger, hè? Als u refereert aan 2006, dan is dat ook het jaar geweest waarin wij dat helemaal hebben opgetuigd met een weeradviesteam, met een eigen meteoroloog, met een inspanningsfysioloog en andere deskundigen. En ik vind dat ze ons goede advies gegeven hebben en die hebben geleid tot de maatregelen zoals die kort geleden zijn aangekondigd. Worden er locaties waar de Vierdaagse doorheen komen, worden die geschrapt? Of gaan we nu nieuwe locaties zien? Hoe gaat de dag eruit zien? Voor een deel worden er stukjes parcours geschrapt. Welke dan? Nou, uit mijn hoofd, want ik moet dat echt uit mijn hoofd doen, betekent dat bijvoorbeeld in het land van Kuik dat wij kernen als Vianen en Beers niet meer zullen aandoen. En wat echt nieuw is, dat wij voor het eerst een 20 kilometer parcours inzetten. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. Lag al een tijdje in het draaiboek vast. Dus ja, daar wordt nu wel gecontroleerd of alle werkelijke situaties overeenkomen met de tekentafelmodellen. En als ik dan goed begrijp, gaat de brug over de Maas. Wordt die niet meer gebruikt of blijft dat nog wel op de route? Jazeker, die blijft wel op de route. Ja, want daar komen dus nu alle 40 kilometer lopers langs. En alle militairen die 40 kilometer Heumensoord lopen, die dan in plaats van 50, 40 lopen. En dat komt echt via het dorpje Linden over Kuik weer richting Mook en Middelaar. Dank u wel. Graag gedaan.